Welkom bij Mijn Reisstad Vitaal. Wij zitten er weer helemaal klaar voor om fijn voor jullie een lekkere bewegingsles te geven die je op de stoel zittend mee kan. Als je liever gaat staan is dat altijd prima. Alle oefeningen kun je op verschillende manieren doen. Wij gaan eerst even zitten. En het eerste wat we doen is altijd even diepe ademhaling. Neem je armen mee. En je duwt naar beneden. Je maakt je lang. Adem in. En duw weer naar beneden. Maak je rug goed lang. Doe nog eentje bij. Maak lang. Adem in. En adem uit. Leg je handen maar neer. Dan ga je heel rustig met je romp. Een klein beetje meehangen alsof je het water uit je oor laat lopen en je wisselt. En op. En op. En als het te snel gaat, pak je gewoon je eigen tempo. Het is belangrijk dat je heel goed met je billen op je stoel blijft zitten. En op. Voel je die stretch aan je heup en rustig door. En op. Nog twee keer. Buik opzij. En de laatste. Kom we weer in het midden. Gaan we schouders op. En op. En op. Als je langzamer wil doen, kan ook altijd. Rustig op en neer. Laat ze niet vallen. Blijf goed lang in je rug. Gaan we eerst de ene op, neer. En dan de andere neer, op, neer, op, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Nog twee en één. En dan maak je lang. Rek je uit en dan duik je naar beneden. Rol af. Kijk hoe ver je kunt buigen. En dan rol je rustig terug. Armen gaan binnendoor. Rek je uit. Adem in. En rol naar beneden. Adem uit. Die doen we nog twee keer. Maak je lang. Adem in. En de laatste, naar boven, adem in en rol weer af. En dan komen we allemaal weer terug in het midden zitten. Dan gaan we met de armen voor open naar duwen en zij. Even rustig, voor één arm en zij. Nog een keer, voor en zij en voor. En dan ga je weer terug. Dan ga je wisselen. En duw. Twee. Zij. Twee. En duw. Twee. En zij. Twee. En als je wil, kijk je gewoon even mee met je hand. Zij. Twee. Voor is de laatste. Neer. Nog een keer. Voor. Twee. En zij. Twee. En voor. En zij. Voor en zij. Laatste voor. Zet u neer. Wissel hand. En 1, 2, zij, 2. Voor, 2, zij, 2. Voor, 2, zij. Laatste voor. En zet u weer neer. Dan doe je om en om. 1 en 2. Met je hand naar je schouder. Je rechterhand gaat naar je linkerschouder. Je linkerhand gaat naar je rechterschouder. En we blijven goed rechtop zitten. Heel goed. En dan hebben we alles om en om gedaan. Dan gaan we voorwaarts met de armen naar voren. Ietsje sneller. 3, 4, 5, 6,
7, neer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schouders in. En dan kun je ook wisselen van hand, hè, welke hand boven is. Als je wil, hoeft niet per se, maar is extra coördinatie. Samen. Dan gaan we weer voor. En voor, zij, voor, zij, voor, zij, voor, neer. In, uit en in. We gaan door. Het orkest is afgelopen inmiddels op de band. Maar we gaan nog even afmaken. In. In. Dus wissel van hand, hè? Heel goed. 5, 6, 7. Oké, schud maar even los. Gaan we naar de voetjes. Ja, dan gaan we even richten echt op de voeten. Dus de hakken gaan in de vloer. Je tikt goed aan. Ondertussen zit je rechtop. Samen aantikken. En dan ga je je hakken tegen. Hakken tegen. Dus je moet even strekken en flexen je voeten. Ja, heel goed. Probeer goed rechtop te zitten. Je mag de leuning van de stoel ook vasthouden als je dan beter zit. Dat is altijd mogelijk. Heen en weer. Goed. Voel je een beetje op je scheenbeen, de spieren en in je kuiten. Nou, oké. Gaan we even lopen. We gaan lekker mee op je eigen manier. Je mag ze ook laten hangen of vasthouden aan de stoel. Wat je zelf prettig vindt. Oké, let op. Je strekt je rechterbeen naar voren. Of je linker, wat je wil. 1, 2. Open, open, terug. Terug, zet in. Nog een keer op de hak. Hak, lang. Lang, dicht. Dicht en terug. Heel goed. Nog een keer hak. Hak, uit, uit, in, terug. Nog een keer met de hak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Even lopen. En in. Dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met de bal van je voet. Zet je neer. Komt ie aan. De bal van je voet. En op je tenen, alsof je op je tenen aan het lopen bent. En voor, voor, zij, zij, voor, terug. En voor. En het is elke keer rechts, links of links, rechts beginnen, maar ze wisselt telkens af. In. En laatste, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oké, tik even die knieën aan. Niet te hard slaan, hè? Ja? Ben een beetje zacht voor jezelf. En als je nou denkt, hé, maar dit is makkelijk. Ik kan nog veel verder. Ik kan naar mijn voet. Ga je naar je voet. Het kost iets meer kracht. Vijf, zes. Oké, zet weer neer. Tik aan met je hakken. Die kabbelt een beetje weg, maar wij stampen even nog lekker door. Heel goed. Ja, schud je benen even los. Rek ze even uit als je het nodig hebt. Je kan ook even een beetje rekken in je rug. Even een kanteling maken in je rug. Dan rek je ook je liezen een beetje meer uit. Nou, we zijn al een heel eindje warm aan het worden, volgens mij, dames. En ik hoop jullie thuis ook. We gaan met de handen dadelijk. Je zet je handen, je vingertoppen. Ja, die zet je op elkaar. Dus je duimen op je duimen. Wijsvingers, middel, ring, pink. Zet ze even goed op elkaar. Ja, en dan kun je je handen sluiten door je handen dicht te maken. Dat kan je doen. Maar vandaag gaan we even stretchen in de handen. Dat wil zeggen, je duwt met je vingers naar elkaar toe. Heel rustig. Duw. En duw. Heel goed. Duw. Duw. En duw. Je voelt het ook in je armspieren, hè? Want je zet kracht op je vingers. Als je liever je armen wat lager hebt, is dat ook verder helemaal prima. Voel even wat je fijn vindt om te doen.
stuw. Heel goed. Gaan we openen naar voren. 1, 2. Die hebben we al vaker gedaan. Die halen we even terug. Dus je trekt naar je toe. Even spierballen maken. En duw. 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 En duw. Doe hetzelfde naar beneden. Open. In. Dus je spreidt je vingers. Spreid je vingers. En dan trek je hem in. En kijk maar hoe laag je hem wil doen. Je kan hem ook helemaal hier naartoe doen. Mag je helemaal zelf invullen. En we pakken weer vast. Langzame duw. 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 Ondertussen kun je heel goed aan je houding werken. Hè? Dus je zit goed rechtop. Je houdt een lange nek. Heel goed. Duw. Naar voor. In. Voor en in. Voor en in. En kijk maar, als je wil lager wil, is ook helemaal goed. Duw. In. Duw. In. Duw. In. Hetzelfde naar beneden. Lang en in. En lang en in. Dus kijk maar of je heel ver naar achter gaat. Vul het in zoals jij het zelf wil. 1. 2. 3. En? Oké, schud even los. Spet er even om je heen. Alle kanten op. Alsof het water ervan afspettert. Oké, dan gaan we op de vingers tellen. Dus dat wil zeggen, je begint met je ene hand. Begin je bij je duim, wijsvinger. En door. En door. Andere. 2. 3. 4. 5. Ja? Dan gaan we nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik hoor jullie gewoon mee hardop tellen, hè? We horen het gewoon vanuit de huiskamer. Let op, dan gaan we om en om. Dus de ene hand en de andere hand. Begint weer bij je duimen. Komt je aan. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, schud weer even los. Kriebel even met je handen. Doen we nog een keer. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En schud weer even los. Ja, dat is best een coördinatieverhaal dit. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, heel goed. Klap maar even voor jezelf met die vingers allemaal losgemaakt. Heel goed. Nou, we hebben er nog eentje te gaan. Een tijd geleden, alweer lang geleden, in het begin van onze uitzendingen hadden wij een speciale Meijer Rijstad Vitaal combinatie. Er zat boksen in, roeien, zwemmen en duiken. Dus daar gaan we. We beginnen met de boks. We doen even alles apart en dadelijk plakken we hem aan elkaar. Ja, en als het te zwaar is om je hoog te boksen, dan kan je hem ook een beetje naar beneden doen, wat je wil. Heel goed. En ondertussen merk ik dat ik altijd wel met mijn benen een beetje blijf bewegen, met mijn voeten. Vooral met zo'n swingend muziekje erbij. Oké, gaan we roeien. Je pakt vast, pak, trek naar je toe. En alsof je in zo'n roeimachine zit of in een echte roeiboot. En lang. En in. En lang. Kijk maar hoe ver je naar voren en achter wil. Voor en terug. Nog drie. En terug. Nog vier, twee. En de laatste. Oké, de derde onderdeel was zwemmen. Zwem. Die hadden we vorige keer ook in de les zitten, dus die weten we. Zwem. En zwem.
Weer goed door te ademen. Nog vier keer. Zwem. En hoe verder je naar achter en naar voren gaat, hoe meer buik- en rugspieren je gaat gebruiken. Dus een krukje is altijd fijner dan een stoel met een rugleuning. Dan kan je lekker groot bewegen. Oké, dan gaan we duiken. Je duikt, hup, naar voren. En je rolt weer op. Komt-ie. Hop. En op. Laatste duik. Oké, dan plakken we ze aan elkaar. Beginnen met boksen, roeien, zwemmen en duiken. Komt-ie aan. 6, 7, 8. Box, box. Pak vast. Trek en zwem voor en duik naar beneden. 3, 4, rol op. 6, 7 en box, box. Pak vast. Trek naar je toe. En zwem. Ja. En duik. Doe het nog twee keer helemaal. Box, box. Pak en roei. Zwem terug. Duik. Hop. Laatste. Daar gaan we. En box, box. Pak vast. Trek. En zwem. En de laatste duik. Naar beneden. Ja, dit kan je natuurlijk ook nog veel sneller doen. Maar hier krijg je het al goed warm van. We zijn alweer bij het laatste onderdeel. Dus we gaan rustig afsluiten. Nemen we even de tijd weer om onze ademhaling weer op orde te krijgen. Ja, en even los te schudden. Dus wiebel maar eerst even alles los. Je armen, je schouders. Oké, doe maar mee. Adem in. Neem mee. En duw naar beneden. Adem uit. En dat doen we nog een keer. Adem in. En adem uit. Neem je arm mee naar voren. Ja, en hier tijdens deze opname giert de wind om het pand heen. Dus als je denkt, wat hoor ik allemaal tijdens deze uitzending? Wij zijn het. Het stormt een beetje. Maar we gaan lekker door. We proberen onze rust er toch in te pakken. Heel rustig, om en om. Alsof je iets wegveegt. Armen mee. Eén arm. Alsof je met een penseelstreek langs een blad gaat. Of langs een doek. Heel zacht. Naar beneden.
één keer naar beneden. En weer op. Ja, lieve mensen. We zijn er alweer doorheen. De muziek is weer klaar. We zijn hartstikke goed opgewarmd en gestretched. En we zien elkaar graag volgende week weer terug bij Mijn Reisstad Vitaal. Tot de volgende keer. Ik maak vandaag een tray bake. Misschien ken je het, misschien ook niet. Het is een hele handige en snelle manier om je een aardappelgroente-vleesmaaltijd in de oven te maken. Kijk voor alle ingrediënten op mijnreisstadbeweegt.nl. Die tray bake is zo makkelijk. Het enige wat je moet doen is even wat snijden. Dan de aardappelen. Even in blokjes snijden, want soms zijn ze wat sneller gaar. En je kruidt het met wat provenzaalse kruiden. Dan gaan er wat knoflookteentjes tussen. Super lekker om te doen. Die poffen een beetje, die worden lekker zacht. En die kun je dan zo uitknijpen over je eten. Nou, bij zo'n tray bake is het heel belangrijk dat er overal een dun laagje olie op komt. En dat hussel ik gewoon met mijn handen. Die heb ik gewassen, dus dat kan prima. En dan kan hij al de oven in. Deze tray bake die maak ik dus met zalm. En zalm heeft natuurlijk niet zo'n hele lange overtijd nodig. Dan kan de zalm erbij. Die leggen we er zo tussen. Even kijken. Hoppakee. Nou, dan gaat die zalm nog eventjes een kwartiertje ongeveer in de oven. Zodat hij mooi gaar is. We beginnen met de dressing. Ik heb een heel handig keukenhulpje wat ik je graag even wil laten zien. Een citroenknijper, waar je veel meer sap uit je citroen krijgt. Maar het is ook heel erg handig als je niet zoveel kracht in je handen hebt. Zo. Voor de kleur en voor de smaak doen we er nog wat rucola overheen. En dan kan je aan tafel. Denk je nou, die tray bake, die wil ik thuis ook wel eens maken? Kijk dan op mijnreisstadbeweegt.nl.